We hebben hier geprobeerd, kleine dorp, een gauw noemen we dat, uit te beelden. En we zijn heel veel oude spullen gaan zoeken en ook naar personen die als vroeger gekleed konden worden. Vandaag zal ons staatshoofd op basis van zijn grondwettelijke bevoegdheid in verband met de herdenking van 145 jaar Hindoestaanse immigratie een aantal personen decoreren. President. Gaat u voort in het werk dat u dagelijks verzet om deze natie te willen binden tot één volk, zoals onze Surinaamse Srinivasi dichter. Thank you.
jahan se acha Surinam desh hamara hum bulbulen hain iski ye hai desh hamara het mooiste land van de wereld dat is Surinam. Wij zijn allemaal de kinderen van dit land. Het land is van ons allemaal. आए बहुत साल पहले देश को अपना बनाया heel lang geleden hebben wij dit land als van onszelf geaccepteerd. मेहनत साथ करके देश को आगे बढ़ाया door hard samen te werken hebben wij vooruitgang in Suriname gebracht. Onze voorouders werden gebracht als goedkope, bijna gratis arbeidskrachten met loze beloften. Maar door keihard te werken en vooruitstrevend te zijn, hebben wij in de afgelopen decennia heel wat bereikt. Met ons allen zijn wij daar getuigen van. Wetenschap, economie, in het sociaal leven en alle andere maatschappelijke velden hebben wij vele Hindustanen de top zien bereiken. Zelfs tot de presidentschap van ons land. Laten we deze positieve trend voortzetten. Laten we voorbeeld zijn voor een ieder. Een voorbeeld waaruit men kan leren dat je niet hoeft te blijven waar anderen die jouw kracht niet kennen, jou willen houden. Maar dat je de top kunt bereiken door inzet en doorzetting. सिखाता आपस में बैर रखना geloof leert ons niet om elkaar te verafschuwen एक साथ है हम वे सेम एन Vanavond, dames en heren, is het mij een eer om deze jonge Surinamer te decoreren met de hoogste orde die we wel mogen kennen. Voor de verdiensten welke hij als leider van KUS jarenlang op zijn heeft genomen. En vandaag is KUS natuurlijk binnen alle culturele organisaties en zeker bij de herdenking van de 25 jaar een niet weg te denken organisatie. Op basis van wat ik gedaan heb voor de Surinaamse gemeenschap in algemeenheid en voor de Surinaamse en de staatsaankomst in het bijzonder is het mijn eer om u te decoreren met de drager GroenLint van de hele ster. Voorzitter KUS, we hebben er niks gezegd. Want als we aan de gezegd zouden we niet willen komen, ik weet dat hij bescheiden is. Dus eigenlijk moet ik dat proberen, jij. speech. Weet dat
er geen grotere eer is, begrijp ik dan deze eer. Maar het is een bijzonder, 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 bijzonder grote eer dat ik dit van u mag krijgen als president. Er zou geen andere president zijn van wie ik deze eer zou kunnen krijgen. U bent de inspiratiebron voor generaties aan. U bent de legende in het land. Vanmorgen nog heb ik twee verhalen alleen aan mogen horen en vertelde de president. Ik heb gezegd, het leek alsof u al 200 jaar rondloopt. Zoveel aan verhalen zijn. Eigenlijk zouden ze een boek aan parados kunnen maken van de grootmeester. En die inspiratie is niet te ontkennen. Alhoewel er allerlei gevoelens kunnen zijn, misvattingen soms men dat ook. En zelfs vijandigheden noemt men dat. Maar zelfs de vijand wordt geïnspireerd door deze man. Preachers!